Goedemorgen allemaal. Welkom op het complex van Vennep Flyers. In Nieuw-Vennep, gemeente Haarlemmermeer. We zijn trots als vereniging dat we dit toernooi mogen organiseren. En we hopen er een mooie tweedaagse van te maken. En dat kan niet zonder onze hoofdrolspelers van vanavond. Van vandaag, sorry. Dus ik ga in ieder geval de teams even aan jullie voorstellen. Dan wil ik vragen of eerst de Valley Hitters naar voren willen komen en bij het eerste honk zich willen opstellen met hun gezicht naar de thuisplaat. Valley Hitters komen uit Midden-Nederland. Melikianus, Paul, Thomas, Tijl, Koen, Kos, Daniel, Jairo, Jeremy, Finn, Rashid, Vince en de coaches René Baltus en Daan Baltus. Dan richting het tweede honk graag het team van de Hakbeers, regio Den Haag, Rotterdam. Hier komen Jato, Rosario, Bink, Max, Thomas, Tigo, Asher, Jevian, Hanna, Timo, Eden en Florijn. Met de coaches Rachel, Mitchell en Jan de Vroo. Dan op de plek van de korte stop wil ik het team Brabant United hebben. Brabant en Zeeland regio. En dat zijn Mats, Sam, Jelle, Roel, Kieran, Jacob, Jurre, Jules, Liu, Bob, Jess, Dylan, Guus, Erik. En dit team staat onder leiding van Maiko van Pans van der Pas, Jaap-Jan Capelle en Rogier. Op het derde honk mogen dan plaatsnemen het team wat net binnen is uit het oosten van het land, de Eastern Athletics. Milan, Rick, Reano, Mathies, Valentijn, Jelle, Anouar, Aaron, Leon, Tim en Regano. En de coach Ruben Hoogt en Bart Verleun. Dan het team wat hier het dichtstbij was, maar ook hier het eerst op het veld vanochtend om 7:30. Het team uit Noord-Holland mag plaatsnemen op de pitcherplaat. En dat is Mika, ja, Kasper, Stijn, Mauro, Thomas, Jasmijn, Luc, Jellotsen, Vince, Jilles, Mitchell, Nees en Jason. En dit team staat onder leiding van Onno Jansen en Marijn van Berkel. Welkom allemaal. Dit toernooi kan niet geleid worden zonder de scheidsrechters. Sommigen van jullie hebben vanochtend al kennis gemaakt met de eerste. En ik wil ze ook graag even aan jullie voorstellen. Heren scheidsrechters, graag hier bij de thuisplaat plaatsnemen. Hoofdscheidsrechter Rick van der Keer. Julius Koch, André Pladet, Fred Langekamp, Pim van Gemeren, Robin Gerger, Kort Vergunst en Fred Terbeek. Dan hebben we voor de opening ook nog een speciale gast, Oud International en voorzitter van de stichting Baseball Against Cancer, Sven Huijer. Sven gaat straks de eerste bal gooien. Dat zijn de wedstrijdballen die beschikbaar gesteld zijn door Forelle uit Roermond.
logo van de Little League. En wij hebben het idee opgevat om morgen, eind van de dag, de ballen die over zijn te verkopen ten gunste van Baseball Against Cancer. Dus, heb je morgen eind van de dag interesse in zo'n mooie bal en een steun voor het goede doel? Meld je dan eind van de dag bij mij, dan gaan we dat regelen. Minimale prijs is €5 per bal. Verder is Sven er nog een uur tussen 11:30 en 12:30 voor het geval jouw Baseball Against Cancer shirt of hoodie te klein is. Onder de tent straks kan je even kijken of je wat spullen kan kopen voor het goede doel, Baseball Against Cancer. Normaal als je een toernooi begint, een internationaal toernooi, dan doen we een volkslied. Nou, dat doen we vandaag niet, want we komen allemaal uit Nederland. Maar wat we wel doen en wat bij de Little League hoort, is een eed afleggen. Dus ik ga straks de eed voorlezen per regel. En ik wil dan graag dat jullie me hardop nazeggen. En zo hard dat ook de ouders achter de backstop het kunnen horen. Ja? Want we gaan hier een mooi toernooi van maken met respect voor elkaar en een hele sportieve samenspel met een mooi resultaat. Gaan we beginnen. Ik hou van sport. Ik geloof in sportiviteit. Ik zal eerlijk spelen en streven naar winst. Maar winnen of verliezen, ik zal altijd mijn best doen. Heel goed, dank jullie wel. Goed, om het, dit gedeelte officieel af te sluiten en weer snel door te kunnen gaan met de toernooi en met de wedstrijden, wil ik graag Sven vragen om zo'n eerste mooie bal vast te pakken. En dan wil ik een catcher van het team Noord-Holland vragen om hier achter de thuisplaat plaats te nemen voor de ontvangst van de eerste bal. Sven is natuurlijk ook pitcher geweest. Daar komt hij aan. En heren umpires, strijken. Ja, helemaal prima. Heel goed, hij mag de bal houden. Ja, zeker. Goed. Sven, hartstikke bedankt. Jongens, heel veel speelplezier. Ouders, moedig enthousiast aan. He, moedig ook het tegen. En maak er een mooie tweedaagse van. Bedankt voor de aandacht.